Mijn money. Goedemorgen. Hoe geslapen? Redelijk. Redelijk? Zoals fantastisch heerlijk, of wat? Massageolie zet het in mijn haar. Papa, je boeken. Pap. Ik heb geen tijd. Hoe heet je aan een tijd? Ik ben naar de toekomst aan het kijken. Ga je confituur of choco hebben? Confituur. Daan. Heel goed, pap. Dat is Daan. Goedemorgen, Daan. Goedemorgen, Herman. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik kan nog beter. Oké, pap. Daan heeft voor u een gsm gekocht. Dus wat wil dat zeggen? Als er iets is, alleen stel je zegt gevallen of zo, of er is iets erg, dan moeten we gewoon lang op één duwen. En dan komen wij direct. Hm? Op wat moeten we dan duwen? Alice, hij weet wel op wat dat moet doen. Been duwen? Ja, ja, natuurlijk. Als ik op been duwen, hè? Ja. Ja. Kijk, ik ga hem niet leggen. Het is hier. Hé, hey, oh. Jullie doen gsm. Ja. Goed? Hier. Alice? Pas. Dan moet ik er dan door. Ja. Onbekende man tussen de 60 en de 65. Een wandelaar heeft hem gevonden. Had hij iets te zeggen zijn hem over. Jezus, man. Waar is Kyle? Is hij verbrand of wat? Mijn dochter denkt mij een steek van. Maar dat is niet de doodsoorzaak. Er zijn duidelijk sporen van bloeding. Er zijn ook heel wat kleinere kwetsuren. Waarschijnlijk om net hem proberen te vluchten. Maar bon, dan is hier niet gedoemd, hè? Dan is hier vermoord. En geen papier. Nee. Zeg maar, aan het eind van de weg staan een paar huizen. Misschien moeten we daar eens gaan horen. Ja, dat is goed. Tot ze binnen. Kunnen hier eens een foto van pakken? Een jaar dan? Goh, misschien. Het zou kunnen. Voor de rest geen sporen? Oh, nee, voorlopig niet. We hebben wel een getuigenis van iemand die een blauw-grijze Hyundai gezien heeft. Van model Matrix. Maar laat die nummer praten. Zeg, in dat gezicht. Volgens mij is hij om DNA-sporen te vernietigen. Denk het niet. 12 januari 1730. Sorry, wanneer? Amsterdam. 1730, wordt de kalkdrager Gilles van Baden door de conciërge van de kerk op heterdaad betrapt, terwijl hij homoseksuele handelingen uitvoert met soldaat Hendrik Korver. Wij hebben daar beelden van. Deze chique gravure. Van Baden wordt ter dood veroordeeld voor sodomie.
Hij werd gewurgd en zijn gezicht werd zwart geblakerd. Dat was vroeger een bekende manier om homoseksuelen te straffen. Het kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn. Dat zou ook geen toeval kunnen zijn natuurlijk. Oké. Okay. Dat hebben we misschien. Oké. Stel dat die doodstraf met opzet gekopieerd is, wat zegt dat? Dat hem vermoord is omdat hij homo is. Voilà. Een of andere heel creatieve gaybasher. Ze zitten met een moordenaar met een master in geschiedenis, of wat? Mannetjes, mannetjes, dat is allemaal heel interessant, hè? Maar zolang we niet weten wie het slachtoffer is, heeft dit geen enkele zin. De zelfvermiste personen zouden zo rap mogelijk iets laten weten. Oké, we wachten daarop. Zou ik jullie twee eens kunnen spreken? Annelies? Ja? Oké. Okay. Met die kalkdracht zeker? Ja, misschien. Ça va? Ja, we waren juist bezig over wat een kalkdrager is. Ik bedoel jullie samenwerking. Dat verloopt vlot. Hoe lang weet je al dat wij een koppel zijn? Waarschijnlijk van voor je zelf in de gaten had. Ik ben blij voor jullie. Maar je weet dat teamleden geen relatie mogen hebben. Commissaris. Je weet ook dat die regel er niet voor niks is gekomen. Een relatie kan het inschattingsvermogen aantasten. Maar, of verder, gezever, kom aan, het inschattingsvermogen aantasten? Hoe lang werken wij nu al samen? Anderhalf jaar of zo? Jij had het al in de gaten voordat wij er iets van wisten. En wel, er gaat niks veranderen. Ay, toch wat mij betreft, hè? Absoluut niet. Voilà. Waarom zegt jij niks? Annelies. Ik heb er met Paul over gesproken. We gaan het voorlopig zo laten. Maar zie dat ik er geen spijt van krijg. Nee, absoluut niet. Ja, maar is dat duidelijk? Zeker, absoluut. Heel duidelijk. Merci. Zo klaar als een klank. Is de professor op de hoogte van deze zaak? We hebben die niet meer gezien. We hebben niets, mannetjes. Renate Dirks, 65 jaar, gisteravond als vermist opgegeven door zijn vriend. Ja. Ik heb nog eens gebeld op zijn thuisnummer en op zijn gsm. Nog altijd niks. Nu begin ik mij toch ongerust te maken. Dat is al meer dan een week. Ja, ik kan die planning niet blijven omgooien, hè. Ik weet ook niet waar hij is. Ah, Sonja. Wil jij die dingen eens in de berging zetten? Nee. Voorzichtig, hè. Maar ik denk dat we ons niet te veel zorgen moeten maken. Hij is waarschijnlijk heel hard aan het werk, aan een artikel of zo. Hij zal wel bellen als hij klaar is. Je druk niet. Het is een rare, ik weet het. Maar ik kan er niet aan doen. Hoe doe ik het? Mijn score is de stippen ze meer zijn. Ja, ik weet dat hier ijs koud is. Doe de jas aan. Dat doe ik ook. De твоей шубе нигде не замерзнешь, а я здесь сижу как собака цурпняю. А я здесь сижу целый день как собака.
Sorry dat wij in deze situatie een aantal vragen moeten stellen. Dat kan niet anders. Had Renaat ruzie met iemand? Misschien iemand die het niet eens was van uw relatie. Sorry. Het jaar 91. Zegt u dat eens? Nee. Was u toen al samen met Renaat? Nee, dat was veel later. Ik weet nog dat hij rond die periode directeur is geworden van Windekind. Dat is een lagere school. Daarmee kon hij ook niet uitkomen voor zijn geaardheid. Ik heb hier een verklaring van u waarin u zegt dat Renaat vertrok rond 7 uur. Weet u toevallig nog waar? Renaat Eriks is van 7:10 thuis vertrokken aan de Carrefour. Hier, om 19:38 komt hem toe op de parking. Hij parkeert zijn auto buiten beeld en hij gaat naar binnen. Ja, spoor ze verder. Ja, hier. Om 19:52 komt hem terug naar buiten. Je zou denken dat hij direct terug wegrijdt, maar niet dus. Nee, dus waarschijnlijk is hem door zijn moordenaar aangesproken en gedwongen geweest van in die zijn auto in te stappen. Ja, u moet eens goed zien. Kijk eens. Een Hyundai Matrix. Dezelfde Hyundai Matrix die ook juist naar Renaat Eriks die parking was opgereden. Kun je die chauffeur niet wat beter? Nee, totaal niet. Een dader wist ook genoeg waar al die camera's hingen. Ik heb wel een nummerplaat, dus vorige week gestolen. Oké, geef ze maar. Ik zal ze laten zijn. CTX. CTX. 678. Giep Panhuizen. De uitbater van de zaak hier heeft hem gevonden. Opnieuw gewurgd, maar is wel eerst geraakt in een taser. Stok 2000 dat daar staat. Nee? Stroge getal. Hij is dus eerst verlamd, dan gewurgd en dan een cijfer in zijn borst gekeerd. Jongens toch. We zijn er toch even mee bezig. Hè? Waar had je gemakkelijk in met kunnen binnenkomen? Waar zit in zijn kleren? Waarschijnlijk heeft een dader alles meegenomen. Kom eens mee. 91 en 2000, dat zijn toch jaartallen? Hij is langs een nooduitgang binnengekomen.
Normaal opent die enkel van binnen naar buiten, maar een dader heeft op voorhand geblokkeerd. Dus die kent deze club? Voor voorbereid. Ik heb de lijst van het personeel en de leden al opgevraagd. Luister, dit staat morgen op alle voorpagina's. Zo aan de wind van voorkijken. Dat mag jullie zeggen. Dus je draait hier elke tegel twee keer om, oké? En morgen vroeg, eerste werk, crisisberaad. Ik heb al met de commissaris gebeld. Paul. Ja. Ik wou nog even bedanken. Voor... Ja, het is al goed. Zeg maar. Voordat ik van gedacht verander. Oh, een copycat kunnen we uitsluiten, het detail. Dat zie je, u. De getallen dus. Dat is in de pers niet vrijgegeven. Oké, dus één dader. Ja, maar dat is raar. Normaal zit er een afkoelingsperiode tussen twee slachtoffers. Maar nu zijn die twee moorden gepleegd binnen de 48 uur. Dus ofwel wil een dader ons iets zeggen, ofwel moet het gewoon allemaal rap gaan. Misschien een zelfmoordmissie? Hij is een lijst aan het afwerken. Wat er daarna met hem gebeurt, dat maakt niet uit. Dus we hebben weinig tijd. Ik dacht er wel lang dat hij een lijst is. Waar staan we met de tweede zaak? Maar, kom aan. We hebben iedereen ondervraagd dat er gisteravond bij was. Niemand heeft iets gezien. Ja, we zijn de lijst met de leden en het personeel aan het uitpluizen. Maar je niet weet waar je moet zoeken, die zijn moeilijk natuurlijk. Bol, slachtoffer? Slachtoffer is Guy Panhuizen. Is 34 jaar, werkt in een doe-het-zelfzaak, de drie hamertjes, is gescheiden en heeft geen kinderen. Ah, en die ex-vrouw werkt in dezelfde winkel. Is dit? Is er een verband met de eerste slachtoffer? Op deze zicht niet, buiten dan die jaartallen. Als het jaartallen zijn natuurlijk. Oké, okay, ja, als het jaartallen zijn. Oké, maar jaartallen of niet, een dader wil ons daar iets mee zeggen, oké? Stel, het zijn jaartallen. 91 en 2000, dan moet er... in die twee jaren iets gebeurd zijn met een dader of met het slachtoffer, maar die Dirks die wordt tentoongesteld als homo en Panhuizen ligt bloot in een douche. Een seksuele motief. Misschien moeten wij eens met die ex gaan. Dat had wel veel langer. Ik zal wel met Daan gaan. Kom, joh. En? En? Ik heb hem gezond. En heeft hem geld woord. Een wegwijzer gaat nooit de weg die hij wijst. Echt waar. Andries. Ik hoop dat je geen gelijk krijgt, hè? Maar als er nog meer slachtoffers vallen, dan moeten wij alles inzetten. Akkoord. Akkoord. Ik vind het nog iets, hè. Zo samenwerken als koppel, dat is toch niet zo vanzelfsprekend. Nou, hij pakt nu geen Denise, als hij s'avonds thuis komt en hij mist nog niet om over te babbelen. Ik kan toch moeilijk aan Annelies vragen, s'avonds, hoe was uw dag? Denk jij niet echt dat je thuis over mijn werk vertel? Maar ik dacht, hè, ja, misschien. Misschien moet ik mijn verplaatsing aanvragen, hè. Oh, is gewoon een ander job zo. Misschien moet ik wel focussen op deze zaak. Verdwenen? Ja, dan denk je dat je daar alles al hebt mee meegemaakt. Maar verdwenen? Allee, hoe verdwenen? Mevrouw Donkers, als ik op zoek was naar het waarom van de dingen, dan zou ik dat zeker niet doen op deze universiteit. Inspecteur. Ja? Er is toch iets dat u zou moeten weten. De professor en ik, wij hebben woorden gehad... ruzie, eigenlijk. Mevrouw Snijs, kunnen we nu even niet moeilijk doen, alstublieft? Ik kan, ik ben een vrouw, ik kan moeilijk doen wanneer ik het wil.
Ja, ruzie dus. En de professor kan daar niet zo goed tegen. Hij is, laat ons zeggen, emotioneel onvoldoende aangepast om zo'n conflict aan te gaan. Oké, dat is heel lastig. Ja. Want wij hebben ook... Nu is alles een spel, hè? Maar ik ga je eens iets vertellen, oké? Het leven is geen spel, oké? Maar jij moet zo nodig een stukje toneel opvoeren. En daardoor is Tristan Verhulst nu dood. Wij zitten met een hele dringende zaak, oké? Ja, wel, ik weet misschien wel waar hij is. Ah. Kom even mee. Gaan we er nog over praten? Waarover? Jasper, ik zit hier nu al bijna een week. Zijt je al bij dokter Gijsselbrecht langs geweest? Ga een beetje wandelen. Goed, Jean, побежа. Het is обидно, готовишь. Елена, laat het los. Ik ben zijn moeder. Kent u deze man? Nee. Zegt de naam... Windekind, zegt u dat iets? Dat is een lagere school. Sorry. Het getal 2000. 2000, is dat toevallig het jaar dat u uw ex-man hebt leren kennen? Mevrouw Meertens? Mevrouw Meertens? Wanneer hebt u hier leren kennen? Hij was in middelbaar. We waren het ideale koppel. Maar dat was al heel lang geleden. En waarom is het misgelopen? Sorry, dat kan belangrijk zijn. Ik dacht dat hij mij bedroog. Dan ben ik hem misgevolgd. Bleek dat hij een klootzak naar door ging. Ik heb hem direct buiten gesmeten dan. Even thee? Ik wou sorry komen zeggen. Ik weet dat dat niet uw schuld is, dat Tristan Verhulst dood is. Moet je niet zien?
Een nieuwe zaak? Misschien een seriemoordenaar. Misschien. Kent u Thérèse Levasseur? Nee. Zij was de vrouw van Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, bekend geworden van het boek Émile ou l'éducation? Mm-hmm. De mens is van nature goed. En het is de taak van de opvoeding om te proberen de goede te behouden. Thérèse had 5 kinderen met haar. 5 kinderen. Melk of citroen? Citroen. Limon. Astroen. In ieder geval, hij verplichtte haar telkens het laatste pasgeboren kind af te staan. Wat is uw punt? Mijn punt is, inspecteur, er zijn mensen die goed zijn in theoretiseren. En er zijn mensen die in het echte leven staan. De laatste is duidelijk mijn biotoop niet. Het was een vergissing daar toch in te stappen. Nu is het toch mijn schuld, of wel? Wel, u heeft mij in ieder geval overhaald om adviseur van de politie te worden. Terwijl dat helemaal mijn ding is. Een wegwijzer gaat nooit de weg die hij wijst. Exact. Echt waar, dat ik ooit naar u heb opgekeken. Dat snap ik niet. Is dat een nieuwe tactiek? Mij beledigen om mij te overhalen? Maar ik kan u zeggen, dat werkt nooit. Wanneer? Een wegwijzer is totaal passé, hè? By the way. Iedereen heeft nu een GPS. Goedenavond, mevrouw Sayers. Ja, dag Sonja. Ik aan? Goedenavond, Sonja. Mevrouw Sneijtje gehouden. Ja. Ik had hem beloofd om... Ja, precies. Niet zo vlot, Redekaan. We kunnen niet allemaal Rietdorf zijn, hm? Nee, gelukkig niet. Maar maakt u zich geen zorgen, ik begrijp het. Ik ben maar een secretaresse. Een meubelstuk. We moeten onze plaats kennen in de wereld, nietwaar? Ingridje. Drie uur in de auto gezeten voor niks. Vielen vanaf Sint-Niklaas.
je hebt een straffe koffie nodig. Sint-Niklaas, het aan. Zeg, ik weet toch ondertussen dat het een kalkdrager is, hè? Alleen chance dat er iemand heeft doorgewerkt. Het is echt letterlijk wat hij het zegt. Die droeg dus echt kalk. Dan. En kalk werd vroeger gebruikt om cement te maken. Dus die kalkdragers, die moesten kalk lossen van de schepen. Dan, echt. Zeg, mijn computers kunnen mis? Ik heb een blog gevonden dat er van muis gebatterd wordt tegen verloederde zeden. Tegen homohuwelijk, lesbische koppels die... lesbische koppels die kinderen krijgen en mensen die zich laten ombouwen, dat vinden ze hier precies allemaal niet zo tof. Weet je, de bielen gaan er altijd zijn. Maar wacht. Kijk, hier. Hier, deze is 2 dagen geleden gepost. Een schooldirecteur die samenleeft met een man. Is dat een voorbeeld voor onze kinderen? Maar dat kan toch niet toevallig zijn? Het tweede slachtoffer was er anders ook niet vies van. Zeg, Paul. Ga je nu echt homo's vergelijken met hoerlopers? Weet je hoe het is? Annelies, wij toch niet, maar die en dat misschien wel. Stuur je link maar door naar het CCU voor het IP-adres. Ja. Ik heb hier een lijst van alle leerkrachten en leerlingen van die lagere school in 1991. En van werknemers en klanten van die doe het zelf. Check die uit dat er een match is. Ja. Ook met personeel en leden van die fitness. Ja. Alright. Annelies. Commissaris. Hij is echt niet waard. Echt niet. Weine nicht mehr. Zijn eigen dood geconsumeerd. Ik had het wel door, maar misschien iets te lang gewacht. Ik heb 2 dingen geleerd over schuld. Het is een gevoel voor zwakke mensen. En ten tweede, hebt jij die man gedood? De meeste schuldgevoelens zijn onterecht. Wie het gedaan heeft. Heeft het gedaan. En de anderen, die zijn slechts toeschouwers die aan de kant staan. Toeschouwers kunnen het spel beïnvloeden. Nog een overeenkomst met uw vader. Altijd het laatste woord. En meestal om te camoufleren dat hij gevoelig was voor alles wat verkeerd ging. Heeft hij zich daarom op? Wie zal het zeggen? We hebben er nooit over gesproken. Misschien houdt u het ook beter zo. Jasper. Zijn wij die koord gaan zoeken in de garage? Hebben wij ze vastgemaakt aan de zoldering? Wie het gedaan heeft, heeft het gedaan. Misschien was ik gewoon niet belangrijk genoeg voor hem.
Je hebt soms een groot keukenmes of zo. Confituur? Nee, een confituur. Waarom heb je mij niet wakker gemaakt? Is ik weet niet hoe laat. Wil jij ze bied antwoorden, mijn papa? Ja. Weet alles staan? Ja. Weet je nog wat je moet doen? Nee, papa, de geest is erbij. Wacht even. Een beetje zandbulken. Op één. Op één drukje. Ja, goed. Heel goed. Hallo, mevrouw Sneers. Ah, dag Sonja. Ja, ik stond op en dat schoot in mijn rug. Oei, dat is niet goed. Ja. Veel beterschappen. Dag. Dank u. Er is iets in haar rug geschoten. Je blijft zeker 14 dagen thuis. Oh, je houdt het tot de knoeg, zeg. Los het maar op. Het goede nieuws is dat er voorlopig geen derde slachtoffer is. Zoals daar aan moeten optrekken. Het is iets, hè. Zeg, en die auto in die Hyundai? Ja, we hebben alle slimme camera's ingezet, maar voorlopig niks. Ja, ik heb die lijsten vergeleken aan het Golden Fitness en dan doe het zelf, maar ik heb geen match. Misschien moeten wij out of the box denken. Misschien zoeken we te ver. De partners. Liever na T-Rex is de verdwijning zelf komen aangeven, dus... En hij heeft geen motief. Allee, ja. Zover wij weten toch. Ja, en die ex van Panhuizen, die heeft een alibi en geen motief. Wat? Een mislukt huwelijk? Vraag?
een alibi dan? Misschien hebben ze een kaarsmoord gepleegd. Hè? De ex van Panhuizen, directeur. Vriend van de directeur Panhuizen. Dat is wel heel out of the box, hè? Daan heeft misschien iets. Ja. Ik heb hier een blog gevonden met extreem conservatief gezwets en een aanwijzing naar de eerste moord. Een schooldirecteur die samenleeft met een man, is dat een voorbeeld voor onze kinderen? Heb je een naam? Bart de Keizer, die woont in Berchem, heeft geen strafblad, zelfs geen verkeersboetes. Dus. Ja, dat is beter dan niks. Okay. Pik hem op. Ik zorg voor een bevelschrift. Meneer de Keizer? Ja? Annelies Donkers van de Federale Recherche. Aan de Winter. Zou we graag een paar vragen willen stellen? Want ik heb eens meekomen. Kom maar. Ja. Ik heb wel nog... Het is die een aard, hoor. Een mening is altijd persoonlijk, meneer de Keizer. Ik vind dit een beetje een extreem. Ah ja? Waar staat het? Mensen die seks hebben met leden van hetzelfde geslacht overtreden de natuurlijke wet en die van God. Ze zullen ten onder gaan in een regen van zwavel en vuur. Sodom en Gomorra. Wie? Sodom en Gomorra. Twee steden. Nee. Man deed met man, vrouw met vrouw zelfs. Oei, volgens mij heet dat homoseksualiteit, meneer de Keizer. Verderfelijk. Alblieft. Verderfelijk. Yahweh heeft Sodom en Gomorra vernietigd onder een regen van zwavel en vuur. Plezant. Dus u dacht, ik zal Yahweh zijn handje toesteken, hè? Een schooldirecteur die samenleeft met een man. Is dat wel een voorbeeld voor onze kinderen? Hey. Zijn dat de morele waarden die wij willen meegeven? Ik heb geen respect voor dat soort mensen. Voor dat soort mensen. Het vijfde gebod is nog altijd: gij zult niet doden. Is er ook geen gebod tegen naar de hoeren gaan? Is dat? Waar waren jij 2 dagen geleden? Tussen 8 en 10 s'avonds? Thuis altijd. Thuis altijd? Ik kan niet met dat bevestigen. Nee, maar ik heb hier niks met te maken. Maandag tussen 7 en 8 uur s'avonds? Ik weet niet, ook thuis. Ik jongen, je hebt Renaat Dirks opgewacht op de parking van de kerk. Vorig is het mee naar het bos gereden en naar het andere. Wat denk je? Wat krijg je niemand? Allee, hoe gereden? Ik kan zelfs niet rijden. Ik heb geen rijbewijs. Ik heb dat niet. Tijdverlies. Klopt. De Keizer heeft geen auto en geen rijbewijs. Oké, de auto, dat kan gestolen zijn. Dat rijbewijs hebben we niet nodig om te kunnen rijden. Een handlanger. Die kleur heeft daar niks mee te maken. En die huiszoeking was opknopt. Behalve dan een hoop kaarsen en kruisbeelden. Man, wat was dat daar? Oké, ik zit de Keizer. Thank you.
en nu niets, hè? Is dat nu mogelijk? Mijn klotenzaak, echt, ik haat u. We stoppen ermee voor vandaag. Morgen opnieuw met een frisse kop. Nee, ik had het hier nooit in. Wie zeg je? Voor mij 43, zonder aanschot. Oh, bij ons is toch maar witte kool. Ik heb nooit begrepen dat ik het zo plezant vind. Jij kunt niet tegen uw verlies. Denk je dat het erfelijk is? Wat? Zelfmoord. Jasper. Oeh, zes. Dat is toch een legitieme vraag. Het is vooral een domme vraag. Klinische studies zijn niet sluitend. Over het algemeen wordt aangenomen dat een verhoogde neiging tot zelfmoord te maken heeft met het falen van ons serotonerge systeem. Dat is dan weer wel genetisch bepaald. Het is trouwens hetzelfde systeem dat instaat voor ons empathisch vermogen. Jij denkt te veel na. Ik zou het soms gewoon graag willen weten, meer niet. Jij bent sterker dan uw vader. Jij zult geen domme dingen doen. Misschien is mens erger in niet spelen dan je moeder ook niet bepaald geruststellend. Ronnie, ik ga een stukje. Oh ja, merci. Ja, pak café, jong. Weet je wat ik raar vind? Dat er bij dat tweede slachtoffer een taser is gebruikt. En bij dat eerste slachtoffer niet. Die naad Dirks is er 65. En die bepaalde atleet, hè, die Japaner en zo wel. Oké, maar dan had een Japaner ze toch ook gewoon kunnen neerschieten? Ah, oké, hij denkt dat hij hem per se wilde wurgen, of wat? Ja, ik weet dat niet, maar... Iemand wurgen, dat is intens, hè, man? Mm-hmm. Dat is niet zomaar op 2 seconden gebeurd, hè, meneer. En dat zou erop kunnen wijzen dat hij de slachtoffers kent. Mm-hmm. En dat hij ervan geniet ook. Of misschien alle twee. Met Daan. Ja, oké. Okay. Oké, okay, merci. Ze hebben die een Hyundai Matrix gevonden. Ik heb markeerd voor een loods in de avond. Oké, okay, mannen, ga maar, hè. Ik bel er sterk. En jij gaat naar je vader en als alles in orde is, kom jij. Ja, ik laat u niet alleen. Ja, maar ik ben niet alleen, de Paul heeft versterking geroepen. Ik weet het niet. Oké, sorry. Oké. Hyundai, Matrix. De Matrix. Mannen, ik heb hier een andere. Brabet. Hallo, waar staat hij nu dan? Dat is 9:15 al. Oké. Inspecteur Daan de Winter. Ja. En niemand niet gezien?
Even wachten op versterking. Papa, maar je hebt gebeld, je hebt op ingeduwd. Ja, dat kastje, dat werkt niet. Oh, papa, dat is dat kastje helemaal niet. Dat is die gsm. Je moet daarin bellen. Oh, waar is dat kastje? Heb jij dat weer in de frigo gelegd? Ja. Papa? Wat is deze? Kerstje. Wat is deze? Kerstje. Dat is die gsm! Ronnie, 2006, schrijf dat eens op. Oh, we gaan naar binnen. Jij blijft hier aan de ingang wachten. Wij gaan met twee naar binnen. Geen risico als de gast is gevaarlijk. Dan. Bel mij eens terug, jong.
de voicemail van Daan de Winter, gelieve uw boodschap in te spreken. Leon, come on, waar zit jij? Heel traag, ja. Kijk naar mij. Blijf bij mij, oké? Blijf bij mij. Dat doet het toch!